De volgende danste Bernard Wals. Dan moet je dus een heel klein bochtje hebben, denk ik, hè? Ja. Dan wordt het heel lastig geworden. Ja. Nou, laat je er bij de smederij even een beetje maken. Bij de smid. Ga het proberen. Ja. Ik zou het daarvoor vragen. Ja. Heb je afgezongen? Graag gedaan. Je hebt afgezongen. Ja, dat klinkt wel lekker. Hoe dan? Lalalala, dat was hem. Goedendag. Nou, de zaken gaan goed hier, hoor. Ja. Optimaal, optimaal. Kijk, het gaat in. Ja, zeker. Thank you.
Thank you.
bandje van stro? Ja, dat kan. Waar wil je dat doen dan? Daarachter, maar ik weet niet of dat mag of kan. Oké, vraag. Heb je naartoe gaan? Sierra Madre, oh, oh, Sierra, Sierra Madre, Sierra, Sierra Madre.
voor de liefhebbers die dansen wil een foxtrot. Adio, adio. Was een visser uit het dorpje aan de Middellandse Zee, die ik met vakantie heb ontmoet. En s'avonds dansen wij dan samen in een klein café. Ik was verliefd, ik weet het nog zo goed. Hij beloofde mij te schrijven toen ik afscheid van hem nam. Maar hij heeft een ander al misschien. Ik denk nog elke avond aan het dorpje bij de zee, waar ik zal die vissen nooit meer zien. Adio, adio, adio. Vissen met je ravenzwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Denk weer terug aan dat cafeetje waar we zaten met ons twee. We dansten daar tot midden in de nacht en dronken rode wijn daar bij de Middellandse Zee. Aan een afscheid had ik niet gedacht. Ik heb alleen nog maar een foto van ons tweeën in de zon, waar ik toen met jou nog lachen kon. Maar volgend jaar ga ik weer terug waar ik je heb ontmoet, waar ons mooie avontuur begon. Adio, adio, adio. Vissen met je ravenzwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Toen ik afscheid van hem nam, maar hij heeft een ander al misschien. Ik denk nog elke avond aan dat dorpje bij de zee, maar ik zal die vissen nooit meer zien. Adio, adio, adio. Vissen met je ravenzwarte haar. Adio, adio, adio. Misschien tot volgend jaar. Thank you.
Hey. Hoi. Leuk, hè? Leuk. De kanarie. Nee, het liefde wat ik doe, om trekker zit met een portier en een andere hand een checkie. En een sek staan? Nee, dat geeft me niks op. Hij had achter op de kar. Je vergeet wat? Seks op de trekker. Harry, geeft niks op seks. Eerder was dat mooi, maar nu helemaal troop. We hebben een hoofdstukje gehad over al die verhalen. Maar wat soort dos en schoon zout en zout met rotzooi erin. En dan had ik nog meer verhaal. Oh, je moest een brood bakken, maar er zat een scheur in de oven en nou ja, kun je heel lang op praten. Naartoe dan. Hey, gisteren verrijden we hier jou, ik ben er echt. Dan
Is u er goed? Thank you.
je er niet aan die jokken zitten. Dan kun je hem ook kijken doen. Ja, die wat doen. Ja, misschien worden we ook zelf niet te veel, want ik weet niet.